heel dicht zitten, maar dat is geen twee minuten. Hè. Hier Husoft. Wow. En een val. Partij. Ik denk dat Polen er doorheen is. Het is Hoster. Hoster, het is niet waar. Hoster en Fletcher. Het is niet waar. En ook van Summerum. Het is een val van Fletcher. Waardoor de jongens van Silas Lotto aan de kant staan. Maar ik denk dat van Summerum eigenlijk eerst in de problemen kwam. Pozzato er net omheen. Maar wel een bres. En nu zijn de drie sterke, snelle mannen samen. Husoft, Pozzato en Bonen. Maar wel twee Belgen minder. Hier gaan we het nog eens zien. Ja, het is Fletcher als eerste. Hè. En van Summeren die kan daar nog naast. Maar Hosten die gaat daar bok op. Ai. En van Summeren die dan een soort slipper maakt om te kijken hoe het met Hosten is. Een tijdakkeu. Was dat dan wel nodig? Husoft hoort dat hè, en gaat door. En hebben we daar Pozzato nog? Nee. Die kan. Pozzato op een meter of 70. Het zijn er allemaal 50 meer. En plots waren ze nog met twee. Het hoort erbij, hè? Het hoort erbij. Maar weer pech voor Hosten. Hoe kan dat nu? Ongelooflijk. Hosten naar Van Summeren. Wat zegt het spreekwoord ook alweer? Pozzato komt wel hoor, met de handjes bovenop het stuur. Op een wolkje. Wat zegt dat spreekwoord ook alweer? Als de duivel kinderen baart, zijn het er veel ineens. En ze blijven maar komen bij Silas Lotto. Carrefour de Darbre. Hier trekt die duivel zijn moordgat open. Hè? Kunnen we nog eens een beeld krijgen van meneer Pozzato? Want die kwam daar op een wolkje terug. Doe die vlaggen weg. Bijna genekt door een vlag van Quickstep Tom Bonen. Die kwam daar op een drafje terug alsof het niks was. Maar die motor... Oh, is dat weer? En is dat weer? Jongens, en is Bonen alleen. Nu is Bonen alleen. Nu moet hij niet meer aarzelen natuurlijk. Husoft is te onstuimig. Pats hapert daar aan die pootjes van die dranghekken die verborgen zitten onder die linnen matten. Bonen is alleen. Bonen is misschien wel op weg naar zijn derde zege in Parijs-Roubaix op die manier. Moederziel alleen door de pech van de anderen, maar ook door de eigen sterkte. Want hij zat vooraan. Dus wat moet hij nu doen? En de Volderke bewijzen dat hij in 15 kilometer ver genoeg kan wegrijden. Maar nu tegen Pozzato, hè. Leuk. Het blijft leuk. Bonen tegen Pozzato. Gedreven naar die derde. En gestuurd door de massa. En hier is Pozzato, de motard daarachter. En we zien daarvoor geen glimp van Tom Bonen op dit moment. Gaande kans, zegt hij. Het is een verschrikking. Maar er is veel te veel volk. Het is een verschrikking. Twee leeftijdsgenoten, Pozzato nog een beetje jonger. Twee vrienden zo gezegd, maar wat blijft daar nog van over? En hij komt, Pozzato komt weer dichterbij. Die motor moet daar weg. Daar heb je Pozzato. Oh, lalalala. Is rapper. Pozzato rapper en eleganter dan Bonen. Het is nu ook een kwestie van breken, hè? Bonen is een taaier daarin. En... geweldige taaien. Hij is aan het eind van de eerste strook. Opletten, een beetje verderop gaan we linksop draaien. En dan komt er weer zo'n volgende strook. Dat strookje van Grusot. Maar hier komt Pozzato ook al door de bocht. Hij moet er wel naartoe. Hij moet die inspanning leveren. Hij moet daar alleen naartoe, wil hij winnen. Forte, maar is forte genoeg? Hier zitten we bij Husoft. En die komt bij het koppel van Silas Lotto. Husoft zichzelf uitgeschakeld. Fletcher deed de rest met onze jongens. 6 seconden het verschil tussen Bonen en Pozzato. Zij op een halve minuut. Dat is te ver, zo diep in de finale. Dat is nog voor een podiumplaats. Bonen. Dat kan hij wel hoor. Dat kan hij nog een tand bijzetten. Hè? Hij doet het ook nu. Want die motard heeft zich daar weer tussen gevriend. Dus dat betekent, of gevrongen, gevrongen is het. Doe maar gevrongen. Ja, gevrongen. En dat betekent dat Pozzato weer wat achterstand heeft opgelopen, weer wat terrein verloren heeft. Ja, kijk. Je merkt het. Er is ook een klein beetje kracht weg. Het is alleen nog maar de flair, maar daar kun je je lelijk aan mispakken. 8 seconden. 8 seconden. Bonen heeft dat wel. Denk aan zijn edities in de Ronde van Vlaanderen 2005 en 2006. Wegrijden, op de tanden bijten, niet plooien, doorgaan, niet neuten. Het is voor mij vandaag. En het geluk dat het een man tegen man strijd is, hè? Dat het echt een gevecht is met open vizier. Motorrijders zitten dicht. Bonen moet natuurlijk ook nog spartelen tegen die wind, maar dat geldt ook voor Pozzato.
Het is gekke werk. Ze moeten hier nadar zetten. Ze moeten daar dringend nadar gaan zetten. Dat is een opdracht voor volgend jaar. Kijk. Hey, je rijdt met de daver op je lijf op de duur. Hè. Zeker als je dan Italiaan bent en er is een belt vooraan. Staat hier vol met Vlamingen. Dan hoop je dat ze van je lijf blijven, dat er niks gebeurt. En er gebeurt gelukkig niks. Vonen kan nu de bocht uit, al waren dat motoren. Dus we gaan hem nog een secondje meer geven. Maar jammer genoeg wijkt het beeld af. Hier zitten we dan plots bij Chavanel en bij Hausner.